Hoi allemaal, ik ben dus net tijdens het editen achtergekomen dat ik zei hoi allemaal, vandaag heb ik een weekvlog voor jullie. Maar ik heb eigenlijk toch besloten dat ik er een dagvlog van maak. Dus sorry daarvoor, maar er komt sowieso heel snel nog een weekvlog. Dus ik dacht, laat ik er maar een dagvlog van maken, want dan hebben jullie al gelijk wat meer video's online. Dus daarom, sorry daarvoor, maar ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Hoi allemaal, welkom bij deze weekvlog. Ik laat gewoon een beetje mijn week zien. En ik hoop dat het een beetje interessant is, want het is natuurlijk, we zijn in quarantaine. Dus ik hoop dat jullie het alsnog gewoon leuk vinden. Ja, ik heb nu eigenlijk gewoon een Adidas shirtje en een joggingbroek aan. Niet zo bijzonder. Maar ik heb dus net een pakketje binnengekregen van de Bershka. En ik ben er vandaag ook naar de stad geweest met een vriendinnetje van mij. Dus ik kan het zo meteen even laten zien wat ik heb gekocht. Dus ik dacht, laat ik gewoon gaan unboxen. Oké, ik heb hier het pakketje. Dus ik dacht, het is wel leuk om dit met jullie gewoon te unboxen. Ik had deze week al de andere kleur van deze gekocht. Dat is namelijk de trui. En ik heb deze dus ook in de beige. Dus ik dacht, laat ik hem ook in het grijs bestellen. Want ze hebben hem ook in het grijs nu. Dus daarom heb ik hem gewoon even in het grijs ook gekocht. Het is gewoon een heel leuk truitje. Nu heb ik hem dus ook in het grijs en daar ben ik wel blij mee. Ja, jullie zien hem vast wel ooit op mijn Instagram of zo. Dus ja, ik heb nu dit truitje. En ik laat jullie ook wel even zien wat ik vandaag in de stad heb gekocht. Hallo, ik ben dus nu in mijn kamer en ik dacht, ik ga nu gewoon even zien wat ik dus heb gekocht in de stad. Dus ja, als eerst heb ik gewoon deze zwarte broek met strepen. Deze is van de Bershka. En dan heb ik hier nog een blauw broek. Deze is ook van de Bershka en met zo'n leuk gat hier zo. Ja, er is gewoon een basic blauwe eigenlijk, maar dan met een paar gaten. En ik heb gewoon nog een basic zwart shirtje, want die van mij wordt een beetje oud of zo. Deze heb ik ook gewoon van de Bershka, dus daar ben ik ook super blij mee. Dus waarschijnlijk zien jullie deze items nog ergens in een weekvlog van mij. Misschien wel in deze, dus ja. Hi, ik dacht dus, het is gewoon leuk om het voor jullie aan te doen. Nou, dit is outfit 1, die broek met die strepen. En gewoon een basic short shirtje. Dus dit is outfit 1. En dat vind ik een heel leuk outfitje. Dus nu gaan we naar outfit 2. Okay, dit is dus outfit 2. En dit is zeg maar niet heel leuk bij elkaar of zo. Maar het was meer gewoon voor dat ik even allebei aan jullie kon laten zien. Dus ja, deze broek. En hoi allemaal, ik ben nu gewoon even met een hele goede vriendin van mij. Hi. Ik ben vandaag ook met haar naar de stad geweest. Dus misschien komt zij ook wel vaker gewoon in beeld. Want ze is ook een vriendin van Dagmar, dus misschien dat we ooit gewoon een video met z'n allen gaan opnemen. Maar dat komt misschien nog. Dus ik ga kijken of ik vanavond nog iets leuks heb om te filmen. En anders zie ik jullie tot morgen. Hoi allemaal. Kijk, ik ben dus nu gewoon op mijn kamer zo. En ik dacht van, laat ik hier maar gewoon een dagvlog van maken. Want ik zei natuurlijk aan het begin van, hoi, laat ik een weekvlog gaan maken. Maar ik heb het toch nu veranderd. Ik denk gewoon een dagvlog van maak. Want ik vind het zelf gewoon leuker. En, niet leuker, maar ik bedoel, ik heb vandaag best wel leuke dingen gedaan. Dus ik heb bijvoorbeeld die dingen unboxed met jullie. Dus ik dacht van, laat ik hier maar gewoon een dagvlog van maken. Want dan hebben jullie ook, dit komt dan eerder online. En dan hebben jullie zeg maar meer video's om te kijken. Dus dat. En ik wou nog één dingetje laten zien voordat ik de video afsluit. Kijk, ik heb dus mijn rek. Want ik heb zeg maar zo'n... Ja, hier zijn dan twee muren en dan lopen ze erin. En dan heb ik hier zo'n rek. En dat heb ik dus net op kleur gehangen. En dat duurde dus echt super lang. Maar ja, het is wel gewoon goed. Hier heb ik dus gewoon al het rode. Een beetje grijs-zwartachtig. Hier grijs. En ik heb hier zwart. En hier zo. Ja, een beetje streepjes. Zwart-wit en zo. En hier wit en dan beige. Dus dat heb ik dus even gedaan. Dus,
Voor nu sluit ik de video af en dan zie ik jullie bij de volgende video.